Zo'n 400 wielrenners reden vandaag mee in de Henk Lubberding Classic. Bijzonder aan het wielerevenement is dat de deelnemers de eerste 90 kilometer verplicht samen rijden. De laatste 30 kilometer wordt de wedstrijd vrijgegeven en mag iedereen proberen te winnen. Marcel Alma uit Harskamp, die kwam als eerste over de finish in Zeerenberg.